Ja, hij is in paniek geraakt en die ouder nog iets met licht. Dus hij gaat er nou voor in therapie. En Meike die vraagt heel slim, hey, lichttherapie? Nee, zei Dogens, het is eigenlijk meer lichttherapie, want ik moet op een divan liggen en dan komt er een oude, grijze, wijze muis van 4 jaar oud, dokter Fruit, heeft vroeger nog in Oostenrijk gestudeerd en die vraagt me dan van alles. Ja, hoe is het om vandaag hier zo je boek te mogen presenteren? Ja, geweldig. Het is een proces geweest van 1 jaar of 7 in totaal. Dus fijn om dat nu dan toch het daglicht te doen laten zien met al deze mensen. Heel gezellig. Ja, want de aanleiding was iets minder florissant, hè? Ja, dat klopt. Onze oudste kleindochter die kwam 7 jaar geleden in het Radboud terecht in Nijmegen. En het leek er wel gauw op dat ze terug zou moeten komen. En op de muren daar van de kinderafdeling waren muisjes geschilderd. De ene keer als een voetballetje en dan weer als een clown. En ik dacht van, ik moet op een of andere manier zien dat ik voor haar die terugkeer makkelijker maak. Door dat muisje een beetje tot leven te brengen. Dus het is een beetje een verhaal verzonnen. En in de hoop dat ze het inderdaad makkelijker zou vinden om terug te gaan. Jij bent de aanleiding voor het boek. En hoe vind je zelf het boek? Heb je het al een beetje gelezen? Nee, ik heb nog niet gelezen. Lijkt het je wel mooi? Ja. En heeft opa er al een klein beetje over verteld? Heel vroeger, maar dat weet ik eigenlijk niet meer. Want jij bent nu weer helemaal beter, hè? Ja. Heel fijn. En ik hoop dat nog veel meer kinderen beter worden, toch? Ja. En dat, ja, dan heb je ook verplichtingen aan andere kleinkinderen. En zo ontstonden langzamerhand die andere 3 verhalen ook. En vorig jaar de laatste, dus het was tijd voor een boekje. Voorop de... Op de trein, op het front, zit hier een soort van symbool van een vleugel. Is dat nou een engel of een roofvogel? Zilveren vleugels. Willem, die snapt niet wat die vleugels nou met de trein te maken hebben. Wat was jouw rol in het boek? Kan je daar iets over zeggen? Ik was bij de kameel. En het is geen dier, maar een trein. Dus de trein was een kameel? Ja, zo heette de trein. Zo heet de trein. En wat ging die trein allemaal doen dan, die kameeltrein? Nou, ik stapte er in mijn droom in. En toen ging hij vanzelf rijden. En toen scheurde ik te hard door de bocht. En toen ging hij vliegen. Oh, er gebeuren dus allemaal hele bijzondere dingen. Je mag vast niet alles vertellen, nog wel? Nee. En ik sta hier bij Stijn. Stijn, jij komt ook voor in het boek van opa. Hoe ben jij zo in dat boek verzeild? Omdat ik heel erg van een wolf, dat mijn lievelingsdier een wolf was. Een wolf. En ja, die wolf die maakt allerlei, beleeft allemaal avonturen, hè? Ja, kan je er heel klein beetje over zeggen? Ik weet niet meer wat hij allemaal van avonturen beleeft. Maar hij komt 3 wolven tegen en die zijn slecht. En die gaan hem achterna of zo. Volgens mij. Ja, want de opbrengst dat gaat naar een speciaal doel, hè? Ja, de aanleiding maakt het inderdaad wel heel aannemelijk om Kika als doel te nemen hiervoor. Ja. En dat lijkt vrij goed gelukt, want er zijn heel wat boeken hier vanmiddag over de toonbank gegaan, toch? Klopt. En ze zijn ook nog steeds te bestellen bij Bookscout, rechtstreeks, zonder verzendkosten. Het is wel... Aan de prijs, het verhaal met de muis is niet voor de poes wat prijs betreft, maar het komt bij een goede instantie terecht. En dat is ook heel belangrijk, toch? Ja, daar gaan we voor, ja. Fijn dat hier zoveel mensen zo positief op hebben gereageerd ook vanmiddag.